Vandaag of morgen ziet u mij al op STVS en SRS. Evenveel als de NDP verschijnt. U bent super enthousiast, meneer. Zeker ben ik altijd geweest. Hoe komt dat? Kom door God. Maar, u weet. Ja, zeker 100%. Kijk, er is in het woord van God bij Samuel staat geschreven. Jozefat was in strijd met de grote menigte. Hè? En toen heeft Jozefat gezegd aan God. God, ik ben niet opgewassen tegen deze grote menigte. Maar mijn ogen zijn op u gevestigd. En God heeft Jozefat de overwinning gegeven. God heeft ze allemaal met elkaar laten vechten. Ziet u het niet gebeuren? Ziet u het niet gebeuren? Ze zijn allemaal uit elkaar gegaan. Het begint al, het werk van God begint al. Veel kandidaten gaan de ping naar voren schuiven. Wij hebben dat nog niet helemaal in beeld, maar we willen zoveel mogelijk. Depends on wie zich aandient, wie eerlijk is. Want wij willen integere mensen. U zegt, u wil graag in alle districten meedoen, maar dat gaat misschien niet lukken. Oké, sowieso. Kijk, sowieso, waar het niet meer gaat lukken, is Sipaliwini en Marowijne. De rest wel. Denk ik wel. In ja, we zijn districten. Bezig. Ja, we zijn bezig. Hoeveel kans geeft u uzelf voor een... Heel veel kans. Hoeveel zetels? Ik praat over zetels, maar ik ga dat aantal halen dat mij de kans geeft, de gelegenheid geeft om tot president van dit land te worden benoemd. Hoeveel leden heb je de partij geregistreerd? Ja, ik heb geregistreerd met 6.500 leden. Dank u hartelijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Okay. Heel hartelijk bedankt en we zien jullie allemaal terug in de stemlokalen. Want jullie gaan pingen. Okay. In Suriname of in de wereld hebben mensen geen geloof in eerlijke mensen. Ze gaan liever bij mensen die oneerlijk zijn en het volk voor de gek houden. Laat me het even netjes houden. Ja, voor de gek houden. Elke keer weer, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Maar aan het volk hebben ze niet gedacht. Ze hebben alleen zichzelf verrijkt en dat gaat door. En ik zeg, het is genoeg. Wij gaan nu echt voor het volk. Meneer Joe heeft de politiek niet nodig. Meneer Joe is gegaan voor het volk. Ik heb mijn bedrijf, wat ga ik in de politiek doen voor mezelf? Daarom zeg ik toch, ik ben voor het volk gegaan. 100%. Dat is het. Ik ben 100% voor het volk opgestaan. Omdat ik dat onrecht tegen het volk niet meer kan accepteren. Wat ik ga doen, corruptie uitbannen, is simpel. Is het geld halen uit handen van die corrupte groep, die kleine corrupte groep. En verplaatsen naar de massa, dat volk. Het gaat het land niet eens extra geld kosten. Het enige is dat de partij op zoek is naar een Jaja Blaka Uma als presidentskandidaat. Is die persoon alleen? Nee, ik had gezegd of een Blaka Uma of een Blaka Man. Het is vanaf wat ik weet. Waarom per se dat? Omdat ik ga voor multi-etniciteit. Wij zijn de enige partij die echt multi-etnisch is. Mijn ondervoorzitter is een Bosland-Kreeuwse meneer. Meneer Reijer, hooglid. Reijer, gelooft u dat u veel mensen kan halen of trekken om op Pink te stemmen? Er zijn al heel veel mensen die achter Pink staan in verschillende districten. Dus ik denk dat Pink een van de grote verwaarschuwingen wordt van deze verkiezing.